Wij zijn vandaag hier op bezoek in het Bredius-park, waar volop de pluk van het fruit aan de gang is. En we praten daarover met Henk Veldhuizen, een van de leden van de snoeigroep. Henk, hoe loopt het met het plukken van het fruit? Nou, het meeste is de afgelopen dagen geplukt. En aanstaande zondag worden de laatste appels geplukt tijdens het oogstfeest. Kunnen ze ook zien dat het heel erg vers is. En ja, we hebben voldoende fruit voor de verkoop voor aanstaande zondag. Wat gebeurt er nog meer dan alleen de verkoop van fruit? Nou, het is het oogstfeest. Er worden ook appels geperst en er zijn andere activiteiten. De mensen van Abrona die werken mee hier in het gebouw voor de koffie en de thee. En ja, kom alsjeblieft. Het is, de weersverwachting is goed en we hopen op een grote opkomst. Het is een mooi fruitseizoen. Wat gaan jullie na het plukken van het fruit doen en aan de bomen? Vraagt het dan nog veel onderhoud? Nou, dit jaar zijn we van plan wel wat bij te houden, maar niet meer zo rigoureus als de laatste paar jaar. Toen is er enorm veel dood hout uit de bomen gehaald. Het is een enorm oude boomgaard. Er staan zelfs bomen in die meer dan 160 jaar oud zijn. Eigenlijk zijn dat al monumenten natuurlijk. En die worden met zorg eigenlijk nog behandeld. Maar ja, elk jaar valt er daar wel weer eentje van om. En zijn die er dan nog bij te krijgen? Bestaan nog elders exemplaren in Nederland daarvan? Er worden nog bij diverse kwekerijen oude rassen opgetrokken. En ja, die kopen wij dan weer. En in november hopen we daar weer een aantal van te planten. Daar is nog volop ruimte voor om die te kunnen plaatsen hier in de boomgaard? Er zijn heel wat lege plekken intussen. En die moeten dan wel eventjes uitgegraven worden. De oude wortels volledig verwijderen, nieuwe grond erin. Want anders slaat het niet echt aan. Maar er is plaats genoeg. Meer bomen betekent ook meer fruit. Is er nog markt voor? Nou, meer fruit, dat duurt nog wel een jaar of 4, 5 voordat ze echt gaan dragen. Want het is in eerste instantie dat die bomen opgetrokken moeten worden, sterk moeten worden, voordat ze de appels en de peren die eraan komen te hangen kunnen dragen. Want stel voor, er is een jonge boom met een tak met 6, 7 appels. Dan zegt hij, als die appels rijp zijn, zegt die tak, bekijk het maar. En dan is er weer grote schade aan zo'n boom. En daar zitten we niet op te wachten. Dus die 5 jaar is gewoon opkweken en bijhouden. Ja. Dus de opbrengst blijft voorlopig bij goed weer gelijk. Ik, in mijn inleiding zei ik het al, jij bent lid van de snoeigroep. Hoe groot en hoeveel mensen bestaat die snoeigroep? Die bestaat ongeveer uit 15 mensen. Niet dat ze er elke week allemaal zijn, maar afgelopen weken met het plukken heb ik ze allemaal wel gezien. Dus ja, de opkomst is altijd heel trouw. En heeft ieder zo zijn taak? Ja, er zijn mensen die hoog de bomen ingaan. Ja, dat moet ook gebeuren voor het snoeien. Maar ook onderaan de bomen moet er onderhoud gepleegd worden. De spiegel rondom de boom wordt weer vrijgemaakt van gras en onkruid. En dan kan die ook weer bemest worden. Is er voldoende aanwas bij de snoeigroep? Met name van wat jongere gepensioneerden? Nou, nog niet echt. De jongste is denk ik toch ook wel tegen de 60 en de oudste loopt al tegen de 80. Dus ja, er kan best wat mensen ze bij. Dus die dan voldoende tijd hebben. Maar ja, we werken altijd door de week. En tegenwoordig moet iedereen tot zijn 67ste werken. Dus ja, of er veel aanwas komt, dat weten we niet. Wie weet melden ze zich aanstaand oogstfeest. Bedankt voor het gesprek en een goed feest. Ja, dankjewel. Graag gedaan.